Een hele goede morgen zonder zorgen. Welkom bij weer een nieuwe video. Sorry dat ik er vorige week niet was, dan zal ik ook even vertellen waarom. Ik had ja gezegd op een dansklus weer sinds 5 jaar, als het niet langer is. En ik raakte een beetje in de knoop met mijn planning. Niet meer gewend. Ik had 2 repetitiedagen. Showdagen nu. Ik zit nu op de 2e showdag voor Libelle Zomerweek. Super spannend. Ik wilde al filmen al tussendoor, maar ik had dus mijn SD-kaartje niet in mijn camera zitten. Dus ik heb 3 dagjes gemist om te filmen. Maar super leuk. Marit van mijn van de Dansacademie van Lucia Martas, mijn oud-klasgenootje, die vroeg: hey Ange, je hebt ook haar eigen agency. De Motherbookers en Let's Create Productions, als ik het goed zeg. Oh my god. Anyways, Marit, mijn oud-klasgenootje, vroeg: hey Arne, zou je het leuk vinden om mee te dansen met de modeshow voor Libelle Zomerweek, een dansmodeshow? Het is dat ik echt lekker in mijn vel zit. Ik ben weer echt bezig met mijn lijf en gewoon body and mind. Dus, als ik ietsje dikker was, had ik nee gezegd. Maar ik zit gewoon lekker in mijn lijf. Ik dacht, nou ja, waarom eigenlijk niet? Ik doe het gewoon. Ik vond het wel super spannend. Weer choreografie aanleren en zo. Maar het ging me super goed af. Muscle memory, zeggen ze. Alsof ik nooit ben weg geweest. Weer in mijn leuke pakjes gehesen. En ik voel me heerlijk. Ik ben zo blij dat ik dit heb gedaan. En ja, blij dat Marit me had gevraagd om dit te doen. En ik hoop dat ik dit weer vaker mag doen. Helemaal in mijn element, jongens. Dus ik ga jullie vandaag meenemen bij Libelle Zomerweek in Vijfhuizen. Het is een hele week. Ik ken het eerlijk gezegd niet, maar misschien jullie wel. En ik neem jullie gewoon vandaag mee. Het is nu 9:30. Bijna. Ik moest om 9:30 op locatie zijn hier. Om 10:30 begint de eerste show. We hebben er vandaag 3. 10:30, 1:00 en 3:00. Dus ik neem jullie mee. Behind the scenes. Hopelijk vinden jullie het leuk. Lang geleden dit, joh. Leuk. Morning, Sharifa. Zijn we weer. Hier. In your face. Niet slapen, hè, vandaag. Niet slapen, hè? Ik ga het proberen. Okay. Hier hangt mijn kleding. Ik ben een dag niet geweest. Even kijken of alles goed hangt. Kijk, ik begin eerst eventjes. Nee. Ja, wel nee. Ik doe eerst even dit aan en dan ga ik zo alles checken. Dit is mijn eerste outfit. Van Miss Etam is dit. Samen met mijn gele hakken. Maar waar zijn mijn gele hakken? Ja. Okay. Hier komen we op, van de andere kant, en dan is dit het podium. Oeh, ze hebben allemaal stoeltjes neergezet vandaag, leuk. Het waren eerst tafeltjes. Love it! De show begint over 9:30, dus ik moet nu wel een beetje opschieten. Ik ga toch eventjes kijken aan de andere kant voor mijn kleding, waar mijn schoenen zijn. Oh ja, daar liggen mijn schoenen. Ik zie ze al. Miron had ze aangedaan. Die had gisteren een dagje gedaan. Ja. Here they are. En dat zijn ook mijn schoenen. Die horen wel aan deze kant. Ja. Oké.
En hier rennen we dan soms heen en weer. Ik ga mijn camera straks neerzetten, dan kan je het wel een beetje zien. Maar ik ga me nu omkleden, want de show begint al over 20 minuten. Zie jullie zo! Vond je het leuk dat mama ging dansen? Vond je het leuk? Hallo. We gaan naar papa toe, toch? Ja. Waar gaan we nu naartoe? Nou. Treintje Oosterhuis is nu aan het zingen. Ik hoop dat jullie mij horen. Dit is mijn laatste show vandaag. Er is morgen nog één show, maar die doe ik niet. Die doe ik hierom. Dus het is de allerlaatste. Ongeveer 20 minuten is de hele show. Drie keer dat ik me moet verkleden. Ik heb nu dit aan. En dan moet ik er nog. Heb ik nog 3 stukjes die ik eigenlijk doe. Ja, Tommy! Hij ziet me uit. Ah! 18 plus. Dat was hem weer. Libelle Zomerweek 2022. Superleuk. Echt, echt heel erg leuk. Feels good to be back. Ja. Op naar meer. Ik ga weer iedereen berichtjes sturen van ik ben er weer. Ik ga niet alles doen wat ik vroeger ook deed. Maar zeker wel wat dingetjes eruit plukken. Mocht ik nog geboekt worden natuurlijk. Dat weet ik niet. Hoop ik wel. Maar ja. Ik vond het echt superleuk. Echt heel erg leuk gehad. Lekker weer onder de dansers. Ik vind het gewoon leuk socializen. Lekker onder mensen. Lekker gewoon. Ja, ik hou daar gewoon van. En lekker op het podium. En het was echt een goede instapper weer. Deze dansmodeshow. Gewoon rustig starten. Rustig publiek, letterlijk en figuurlijk. Maar nee, echt ook complimenten aan Let's Create Productions en de modelboekers die me hebben geboekt. Goed geregeld allemaal vanuit hun. En hope to see you soon.